Ga je in de hele tijd kaboom zeggen? Nee, wat het is alleen, een kaboom? Het is alleen leuk als jij het zegt. Kaboom! Ja. Hallo kijkers van Shinesprouts, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar met Sander van Gaming SB. Ja, deze is speciaal voor Milan. Dankjewel voor het mooie plaatje. Dit vindt hij. En het kaboom. Is ook... En het is ook zijn favoriete nummer. Het duurt te lang, zeker. Ah, shit. Oké, ja, dan zet ik hem nu gewoon uit. Vanaf nu. Nice. Nee, oké. Oké, we hebben even getraind. Weet je waarom? Ik heb zijn Palkia. En die wil ik ook gebruiken. Ja. Dus dat is heel ziek. En hij heeft ook een fighting type move. Dus dat verzacht de pijn van... Nee, oké, eigenlijk niet, maar... Het is wel fijn dat hij een fighting type moet zijn. Dat is het zeker. Je kan het, Sander. Ik ga iets doen. Kaboom. Ga je in de hele tijd kaboom zeggen? Nee, het is alleen... Kaboom. Het is alleen leuk als jij het zegt. Kaboom. Ja. Oh, hoezo blijft die Oricorio nou weer op 1 HP leven? Wat als dit geen intro-moment wordt, dan ga ik de volgende serie niet met je opnemen. Ja, maar dat ga ik vergeten, Sander. Ja, nou en pech. Moet je maar zorgen dat het dan wel... Dan moet jij zorgen dat je deze aflevering kaboom noemt. Misschien dat ik kan. Oké. Ik wou hem eigenlijk duur te lang noemen, maar nu heb je me overtuigd. Is Victini ook Dragon eigenlijk? Nee. Vind ik het. Die is Fire Psychic. Ah ja, die die psychic! Dus die mag je. Nee, die mag je niet. Je hebt helemaal geen psychic. Nee. Oh, Gengar. Oh, dat is gunstig. Ik dacht, dan had ik niet met mijn... met mijn poison type in moeten blijven. Maar het was een Gengar, gast. Want hij had Illusion. Wat een bullshit. Top? Nou, zo wou ik het niet per se noemen, maar eigenlijk dacht ik er wel zo over, ja. Ja. Heel toevallig. Ik denk haast dat het geen toeval is. Maar ja, alleen haters zullen dat zeggen, dus dat het niet zo is. En dat snap ik. Maar dat vind ik niet terecht. Haters say it Photoshop. Ja, dat zeggen ze wel eens, maar... Kaboom. Ja, je zegt het niet goed. Je legt er niet genoeg kracht in. Niet genoeg passie. Je kunt alleen... Kan het ook wel beter, boom! Zeggen met genoeg passie. Anders dan mag het ook gewoon niet. Die Torkoal is wel... De nationale kaboombond die zegt dan... Yo, gast, what the fuck doe jij nou? Die Torkoal is wel echt chunky, jongen. Die kan veel teken. Torkoal is... Wauw, is hij nou nog niet dood? Wat is dit? Flamecharger. Ja. Sure. Yo, ik ga dit doen. Niet haten. Ik ga zo'n G-move doen. En die eventjes versnellen, want het duurt altijd zo lang. Oké, Sander. Even een ander dingetje. Als jij straks bij de Tapu Lele bent geweest, want daar moet je nu heen. Moet je even zeggen als je klaar bent, want dan moet je namelijk iets doen en anders loop je weer te kutten. Oké. Wacht heel eventjes, ik word even geroepen. Heel even. Oké, nu moet de entertainment van mij komen. Dus dan is Kaboom geen optie, helaas. Dat is alleen voor Sander een optie. Hij is de Kaboom Master. Acrobatics, hotse flots, weg met je Zubat. Oké, ik heb de bitches, heb ik verslagen. Oké, ik ben er weer. Oh. Oké. Nu ben ik er echt weer. Nee, ja, je zei al, ik ben er weer, dat kon ik al horen. Ja. Oh, een kofferfossiel. Oeh, nice. Die kan je misschien gaan inwisselen. Die mag ik niet eens gebruiken, maar... Oh, wel chill dat ik het heb. Hoezo, waarom mag je die niet gebruiken? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet welke Pokémon eruit komt. Oh, je mag die misschien niet gebruiken. Oh, zo. Ja. Ik zou ook mogelijk, of misschien inderdaad. Met een reden.
Yo, vol corona, kun je eventjes... Oh, die mag ik! Ja, dat is een bug. Die had ik. Maar toen ging je dood. Oeh, wacht even. Hier moet ik over nadenken. Maar deze heeft een hele hoge catch rate, heb ik volgens mij wel eens gehoord. Ja, maar zo'n quickball wil wel eens helpen. Nu niet meer. Oh. Zo'n netball wil wel eens helpen. Het is donker. Dus ik ga zo'n duskball. Kan ook, maar netball wil ook wel eens helpen. Nou, net niet. Wauw. Jawel, net wel eigenlijk ook. Maar hij zat in ieder geval niet. Dat vind ik noppig. Zoals ze dat zeggen in het... ja. In het Sandriaans. Yo, help didn't appear. Haha, loser. Boy, yo, uitdagen. Dat wordt verbrande Pokémans. Nee? Waarom heb ik niet... Waarom? Waarom ben ik zo? Wat? Ja, ik heb zojuist mijn laatste potion gebruikt. Ja, dan wordt het hopen dat hij snel in de pokeball zit. Nee, niet call for help. Niet call for help. Please, didn't appear. Steenie. Ik zei iets. Heb je daar überhaupt naar geluisterd? Nee. Maar niet. Steenie, is dat niet zo'n grass... gozer? Ja, het is een grass gozer. Maar is hij ook gaat poison? Want dan werkt poison nog mee bemoeien? Is hij ook poison? Nee, volgens mij niet, toch? Is hij ook fairy? Nee, volgens mij is hij alleen grass. En als hij evolueert, dan wordt het een grass fighting, volgens mij. Nou, dan had ik die ook nog kunnen vangen. Dan echt weet ik eigenlijk vangen, niet maar... of die grass fighting wordt. Ik heb geen idee. Wat is de loos? Oh, dat werkt in deze game anders. Oké, nee, dan is het goed. Wat? Nee, ik zag Whirlwind. Dus ik dacht, nee, ben ik de Volcarona kwijt? Maar dat is helemaal niet in deze games. Nee, jij wordt toch weggeworld? Ja, mijn Pokémon. Maar niet dat je, zeg maar, helemaal de battle uitgaat. Wat ja, vroeger precies wel zo was. Waardoor Lugia bijvoorbeeld heel lastig vangen was. Want die had alleen maar Whirlwind. Dus dan had je al iets van Taunt of zo nodig. Mm-hmm. Of Milouk. Yo, ik heb een vol corona. Corona. Heb je hem al? Ja. Nice. En ik noem hem... Zoals hij heet. Alleen dan met een O. Nu is je video wel gedemonetized, maar vol corona. Ja. Oké. Dus ga ik hem adden to the party? Ik denk het wel. Ja, misschien... Misschien nu eerst niet. Aan de andere kant, het is wel een fire type. Ik moet tegen een gast van met een team Grunt. Of nee, een team Skull Grunt. Met 5 Pokémon, zo is normaal. Oké, zal... Ja, dat is wel mijn ace. Kijk, Blastoise is de enige solo water type. Voor de rest heb ik nog Water Dragon. En Water Poison. Ja, of ik moet Grassman, Lifanny wegdoen. Ja, ik heb dan wel weer een bug, dus dat is misschien haast wel beter. Rocky Helmet, place it in your bag. Zo. Ik heb ook die sleutje helemaal niet aan dingetjes gegeven. Kofferfossil, ja. Waar is de black sleutje? Give to Pokémon. Maar ja. Ja, zo zeggen ze dat in het Nederlands. Shinx is dood. Oké, next. Oh, voor corona krijgen we wel even zo'n lucky egg. Chant. Switch to items. Nee, welk item heeft hij? Sander, dat duurt lang. Ja. Net zoals de intro van deze aflevering. Het duurt toch. Oké, maar ik ga nu echt speed. Oh. Toen kwam er een gozer die me wilde bevechten. Ik ben bijna bij de ruïnes. Ah, oké. Yo, Cook, Crystal. Dat klinkt echt niet... Dat klinkt echt als een trainer class apart. Cook, Crystal. Ja. Cook, Crystal, James. Ik dacht meer aan een Crystal Meth Cooker. Ah ja, dat zou ook kunnen. Basculin. Ik doe
zoals een ice baby. Ik heb geen... En geen gras en geen elektrische aanval. Yo, waarom niet? Waarom dat ik dat niet heb? Nee, oké, okay, dat is... Ja, dat kan. Gaat die ingrainen? Yo, weet je wat ik van je vind, Roselia? Dat die vieze bitch is? Nou, ik wou zeggen dat je een beetje... Ja, vast in de grond zit, maar... Die ingrain. Dat vind ik, hoor. Dat vind ik. Mijn mening. Niet haat op mijn mening. Ik haat niet op jouw mening. Nee, jij niet, maar de comments word ik al haat, hoor. Oh, wow. Je gaat het dan niet dood, hè? Je bent dan niet Pokémon verloren. Jawel, Ponyard. Hij deed een of andere aanval, waardoor ik helemaal dood ging en de Basculin ook. Wow. Ik weet niet meer wat voor aanval het was, maar het was One Hit KO en die Basculin ging ook One Hit KO. What the fuck, man. Oh, het kan ook geen enkele aflevering meer normaal, hè? Nee. Boo Crystal is near. Kaboom. Kaboom, ja, ze is ziek. Yo. Ik heb een sticker. Die verdien ik ook, maar... Dat te zijn. Jij die stickers? Altijd. Okay. Ik ben een stickerman. Man zelfs. Ja. Yo, Lily. Nee. Nee. Dat gaan we niet doen. Lily, hou je kop. Komt Hapoe zich er ook nog mee bemoeien? Hapoe, ze praat al genoeg van zichzelf. En dan ga je zo doen. Yo. Lily, jij kunt praten? What the fuck? Oh, zeg meer. Geef ik wel antwoord. En dat je nog meer kan zeggen. Yo, dat zie ik. Zo. Iets van. Woest. Ja. Oh, emergency action. Gaat ook nog een oude vrouw zich mee bemoeien? Ik snap niet dat ze dit niet hebben gefixt. Dat ze niet dachten van... Yo, hey, dit is too much. Sun and Moon had eigenlijk nog wel een beetje te veel tekst. Yo, laten we nog meer doen. Ja. Dat idee, dat gaan we doen. Ben je al in de ruïne of ben je nu voor de ruïne? Ik ben nu voor. Ja, je bent nog niet naar binnen gegaan, zeg maar. Nee. Oh, dat wordt echt nog een feest. Dan krijg je nog meer gehouden. Nee. Wel. Oké, ik zie hier. Hé! Hey! Ik sta weer letterlijk naast een miltank. Wauw. Maar dit keer echt. Jij vroeg waar dat was. Dat is in een huisje. Bij de ruïnes. Oké. Okay. Het lijken wel de ruïnes, maar dat is... Dat zeggen alleen haters dat zo is. Oh! Professor ook wil weer talken met mij. Laat me met rust. Met rust? Ja. Ken je dat? Ja, dat ken ik wel. Yo, 21 stickers. Lots of lots. Heel ziek. Ik weet ook helemaal niet, waar moet ik nu naartoe? Er was er net een punt dat je zei van... Ben je in de ruïne geweest? Ben je ze nagelopen? In de ruïne? Waar zijn ze dan naartoe gelopen? Ze zijn toch... Je moet naar Tapu Lele. Dus je moet gewoon verder, zeg maar, de zee volgen, zeg maar. En je hebt een kaart met een vlaggetje erop, hè? Dat is... Oh ja. Ik dacht dat je daar al was. Ik weet bij God niet waar ik ben. Echt niet. Ik weet wel waar ik ben, maar ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Je moet gewoon het strand aflopen, zeg maar. En dan kom je bij... Ik ben wel bij iets wat op ruïnes lijkt. Ja, maar ik dacht dat je met ruïnes wat anders bedoelde. Je moet gewoon het strand aflopen, zeg maar. Totdat je bij de rotsen bij het water komt, zeg maar. En dan moet je verder lopen. En dan kom je op een gegeven moment bij de Tapu Lele plaatsje, zeg maar. Ja, oké. Oké, dit was even spannend. Ik denk, deze gozer is eng, maar het viel mee.
bepaal wel dat Barnyard dood is. Ik denk dat je hebt ingehaald trouwens met devs. Oh, daar, je moet op dat zwarte stuk. Ja. Ik heb geen darks meer, hè. Ja, nu snap ik wat jij bedoelde met ruïnes. Mm-hmm. Dat is hier, is het natuurlijk ook een soort ruïne-achtig. Alleen dan... telt dit ook als ruïne? Ik heb geen idee. Ik heb echt dat Pokémon's. Oh ja, nu moet ik die Rage Page Rider. Ja. Wat ook een soort van terug zit in de nieuwe Shining Pearl en Legends Dark. Dat hopen we in ieder geval wel, dat het op die manier werkt. Ik zeg dat het zo is, omdat het zo moet zijn. Ja, precies. Heavy! Powerful Pokémon can move it. Dit is een powerful Pokémon. Moet dat niet bij mijn champ? Je moet eerst gewoon verder lopen. Je hoeft niks nog te doen. Je moet pas in die ruïne, moet je pas... ben je al bij die grote blokken in de ruïne? Ja. Oké, dan moet je er inderdaad bij mijn champ, moet je ze gewoon verplaatsen. Maybe a powerful Pokémon can move it. Waarom doet hij dat dan niet? Yo. By pressing B. Oh, oké. Wauw, Sander. Ik press de A. Meen je dat? Yo. Wat een onzin. Waarom bij A... Het is altijd zo geweest dat HM's gebruik je door op A te drukken. En nu ineens... Ik vind het sowieso bullshit dat je bij mijn champ in moet drukken dat het werkt. Ik bedoel, je zet hem toch niet voor niets aan? Dat klopt, ja. Het is verschrikkelijk, Sander. Ik zou dat aan doen. Deze game uitspelen. Dat is het enige wat we daaraan kunnen doen. Dat klopt, ja. Ik hoop dat het snel gaat gebeuren. Allemaal hapo shit. Ah, een sea crystal. Wow, wat vet. Hey, leuk man. Is dit zo'n tapu? Krijgen we nu ook een tapu al? Nee, toch? Nee. Postgame. Yep. Is dat niet bij Black and White ook zo, dat je in postgame pas de Legends krijgt? Niet de Boxart Legends. De Boxart Legends krijg je wel. Ja, oh, ik dacht dat is in elke game hoor. Ja, ik dacht dus dat Black and White de enige was waar dat niet was. Maar dan jawel. Heb ik waarschijnlijk iets fout gedaan in mijn eerste Let's Play. En mijn enige. Nou ja, ik heb wel meerdere Let's Plays gedaan, maar dat waren dan een soort van nog iets. Laat die lachen omdat ik dood ga. Ik ga nu de canyon in. Oh, never mind. Ik mag niet de canyon in. Nee, ben je uit die ding nu van Tapu Fini? Ja. Oké, dan moet je dus naar het eerste naar het stadje in Pony Island weer vliegen, zeg maar. Dat is wat eerste ik bedoelde. Stadje. Ja, het enige stadje eigenlijk. En dan krijg je weer een cutscene. En dan moet je naar Executor Island. Weer een cutscene, gast. Can you let me met rust? Oh, wacht. Ik heb natuurlijk zo'n Charizard Glide. Serieus? Ging je erheen lopen? Nee. Klinkt heel erg convincing, Sander. Yo, zijn ze hier nu alweer aan het praten? Oké, deze bitches zijn nu een keer klaar. Waarom is er zoveel gepraat in deze game? Ik ga echt nooit meer Sun & Moon spelen. Ik ben echt zo zat. Ik heb het in de gaten, ja.
Oeh, daar ligt een... Momentje karp. Die boot, leuk. Yo, dit is een heel ander eiland. Dit hele eiland ken ik niet eens, joh. Die zit ook gewoon in Sun and Moon, hoor. Oh, dan ken ik hem wel. Wauw. Ja. Gozer. Ja, dank je. Zo, ik kan nu weer normaal snelheid zetten. Eindelijk. Een battle. Oeh. Op Executor Island moet je al die drie executors verslaan, zeg maar. En dan Even. Oké. Ga ik een Treecko vangen? Ik kom een Treecko tegen. Wel een coole Pokémon. Ja, alleen ik weet niet of die echt nog nuttig is. Maar ik ga hem gewoon proberen te vangen. Ik ga niet te veel tijd aan besteden. Dus als hij niet in de eerste bal zit. Kijk, dit werkt gewoon. Wat werkt gewoon? Zeggen dat je niet te veel tijd gaat besteden. Ja, want hij zit. Nice. Hij zit letterlijk. Hij is al gezeten. Hij is al gezeten. Ja, ja. Rico, ik noem hem kerstboom. Ondanks dat hij niet meer evolven kan, maar goeie. Ik hoor je denken, what the fuck? Ja, ik... Hij heeft toch zo'n staart die op een kerstboom lijkt? Ja, maar Sander, ik ben druk. Ik ben aan het opletten. Ik wil niet nog meer Pokémon's kwijtraken. Yo! Dat wil ik ook niet. Jij dat doet. Deze executor gaat wild. Ik bedoel, deze Ponyta gaat wild. Ja. Dat zei ik ook hoor. Heb ik nou... Ik haat mezelf. Bedenk me net. Nou, ik wist het ook al wel, maar... Ik zit er vooral mee... Ik zit er vooral mee dat die Pokémon's opeens zo sterk zijn. O jee. Vind ik nog veel vervelender. Ik wil Charizard Glide. Of kan dat niet? Nee, wel, ja, ik denk wel dat dat kan. Oh, hoezo is hij dan niet dood? Omdat hij haat. Ja, blijkbaar. Oké, ik ga nu gewoon ook... Ik heb ook helemaal de items niet gecheckt. Oh, dat zijn TM's. Alsnog. Yo... Last Resort, nee. Psychic Fangs? Ik wist niet eens dat dat een aanval was, joh. Nu wel. Oké, ik heb Slash. En Psychic Fangs als enige echt goede item. Slash is ook niet super goed. Slash is wel goed op een normal type, toch? En een high critical hit ratio, dus... Daar zou je nog wat voor kunnen zeggen. Ik word echt helemaal scheidsziek van deze sloop ook. Hij is wel dood, maar toch vind ik hem kut. Maar dat mag. Weet je, dat accepteer ik. Goed zo. Lief, hè? Heel lief. Ik ben ook lief. Wel zeggen sommige mensen iets anders, maar dat boeit even niet. Jibbo. Je kunt niet flyen naar Executor Island. Later wel, maar aangezien je daar nog niet alles hebt gefixt, zeg maar. Ik vind dat haternij. Dat snap ik wel. Je kan het, Sander. Ik geloof in je. Nee, Pelipper. Ik wilde die man die te veel praat... Je weet nu niet wie ik bedoel, want dat is elke Pokémon in deze game. Ik moet ook nog tegen Xerneas. Wat? Spel. Dat is toch Gen 6 legend. Yo, duo! Yo! Gozer, kun je eventjes dood? Ik heb geen poison aanvallen meer. En ook geen steel aanvallen meer. Ik ben... Oh, maar ik heb wel een steel aanval, wacht. Eén van mijn Pokémon... Oh nee, dat was... Dat was die bitch. Ik ben dus helemaal naar Pokécenter gegaan om healing items te kopen. Ja. Yeah. Weet je wat ik vergeten ben? Healen! Oh ja, zoals in onze Stollink.
één op één. Oh, ik wist niet dat... Hoezo kan Doduo... Nou, ik haat deze game echt. Hoezo kan Doduo een fighting jump kick? Omdat Doduo super cool is. Hou je kop, niemand houdt van... Haar. Whatever. Het. Ik haat het. Non-binair. Ja, precies. Oh, hij is aan het boosten. Hij moet nu dood. Oh, gelukkig. Hij is dood. Precies item. Die? Ja? Die? Ja? Bounce. Oh, bounce is wel potion is in deze game niet 200. Dat had ik kunnen weten. Maar dat wist ik even niet meer. Ga ik toch niet gebruiken? Zo. Daar heb ik ook nog een aantal potions. Dat duurt wel lang. Kom eens met die encounters. Nee, ik heb al genoeg encounters gehad. Nou, ik niet, want ik heb maar 5 Pokémons. Oeh, een Serora, maar die mag ik niet. Oh, een Volcarona, die wil ik. Die had je toch al? Ja. Dat was de grap. Oh, haha. Yo, die Milan? Ik vind hem wel poog, eigenlijk. Dank je. Ben je alweer op Exeter Island? Ja. Nice. Ik moet nog één... Zo'n gozer. Of gozer in. Gozer of gozer it. Yo, Chansey. Waarom krijg ik nou weer een Chansey? Dat vind ik niet zo poggers, want die is vet moeilijk te verslaan. Je kunt ook gewoon runnen. Nee. I'm in this fight. I'm gonna fix this. Oeh, een ability capsule. Dat is wel heel nice. Even kijken wat mijn abilities nu zijn en welke Pokémon een cut ability heeft. Oh, ik kan Emergency Exit laten aanpassen. Wat, dat is wel ziek. Oh. Maar. Wat? Ah, hij heeft geen andere. Laat maar. Wat kan ik voor hem doen? Nee. Wat een good move set. Absorb, Gust en Fire Spin. Nou, tot zover het doen met hem. Ik dacht dat Volcarona goed was. Volcarona is ook goed. Nou, de moveset in ieder geval niet. Vandaag. Ik kom hier alleen maar Pokémon's tegen die ik niet mag vangen. Echt zo jammer. Dat heb ik ook wel een tijdje gehad volgens mij in deze game. Alhoewel, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat een andere game was, want water vind je juist best wel veel. Ja. Takedown, take jezelf dan down? Nee, dat doet hij weer niet, hè? Dat is jammer. Nee. Oké, ik ben alweer rustig, jongens. Je rustig. Hij is Salazzle. Salazzle en Ambipom. Dit wordt nog een feest. Ja, Akatil heeft al 90 accuracy. En dan ga ik hem nu wegdoen voor een Hydro Pump met 80. Maar ik wil Earth Power en Aura Sphere eigenlijk ook houden. Ik denk dat ik het toch doe voor Akatil. Misschien heb ik iets doms gedaan. Oh, kut. Ik haat Emergency Exit echt. In deze games kun je toch heel makkelijk de moves herleren, of niet? Nee, dat is pas later. Dus alleen een Sword and Shield. Ja, dat is kut. Wat is dat het? Wauw. Ja, dan is mijn Volcarona nu echt niet nuttig. Maar ja. Oké. Leuk. Oh, en Swablu. Octopussy, go! Oeh, ik was bijna Malouette kwijt. Dan had ik gestopt als dat zo was. Als hij nu Aftermath heeft, word ik echt boos. Nee, oké. Gelukkig. Malouette is normal fighting. Nee, normal psychic. Very sure. Je hebt nog 2 forms, want je hebt ook die andere vorm is fighting, ja. Swords Dance, wil ik dat? Nee, dat ga ik toch niet gebruiken.
Het kan wel heel anders zijn, maar... Ja, maar ik ga het wel niet gebruiken. Point, dus nee. Ik zou het niet halen, ja. Simpel als dat. Nee, ik wil eigenlijk helemaal niet caren. Heb ik helemaal geen zin in. Ik heb nu al een jaar gedrukt, dan moet het. Zullen we de aflevering beëindigen, Sander? Ik vind het best. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga even naar zijn kanaal en abonneer op hem. Want hij maakt ook hele leuke video's. Pokémon video's. Ja. En binnenkort gaan we lekker veel Mario Party spelen op Twitch. Bij de nieuwe Mario Party. Dus daar heb ik veel misschien zin. Al. Ik weet niet wanneer dit online komt. Oh. Waarschijnlijk heel binnenkort dan. Of misschien is hij al uit. Bedankt voor het kijken en tot Mario Party. Adios, amigos. See you.